De coronacrisis maakt dat ons leven plotseling en ingrijpend veranderd is. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de dingen die we belangrijk vinden in het leven en voor onze doelen? Of anders gezegd, wat betekent het eigenlijk voor onze zingeving? In dit mini-college wil ik met jullie nadenken over hoe godsdienstpsychologen geprobeerd hebben om een antwoord te geven op wat ingrijpende gebeurtenissen doen met onze zin en betekenisgeving. Crystal Park, een Amerikaanse godsdienstpsycholoog, ontwikkelde een model, het Meaning Making Model. Dat is een model dat gaat over de wijze waarop wij zin geven aan ons leven. En dat model ziet er zo uit. Bovenin dit model zien we iemands zingevingssysteem of iemands global meaning. De betekenis die we aan specifieke gebeurtenissen geven, dat noemen we ook wel de situational meaning. Die staat hier linksonder. Volgens dit zingevingsmodel kan iemands global meaning door ingrijpende, meestal negatieve ervaringen onder druk komen te staan. Dit soort ingrijpende gebeurtenissen kunnen traumatische gebeurtenissen zijn. Bijvoorbeeld gebeurtenissen rond geweld, rond ziekte of dood. We weten natuurlijk nog niet wat de coronacrisis precies tot gevolg gaat hebben, maar het zou goed kunnen dat deze crisis voor sommigen van ons ook tot stress leidt. En dat kan ertoe leiden dat we actief op zoek moeten gaan naar hoe we het leven al dan niet opnieuw zin en betekenis moeten kunnen geven. Er wordt dan gesproken van een meaning-making process, of in het Nederlands een zingevingsproces. Zo kan deze crisis bijvoorbeeld gevoelens van angst oproepen, onzekerheid of kwetsbaarheid, waardoor we anders naar onszelf en naar onze doelen gaan kijken. Ook kan het zijn dat we op een andere manier naar relaties gaan kijken, bijvoorbeeld wanneer we niet bij de mensen kunnen zijn waarvan we weten dat ze hulp nodig hebben, of wanneer we niet afscheid kunnen nemen op de manier die volgens ons passend is en van belang is. En het kan onze overtuigingen over het leven aan het wankelen brengen, bijvoorbeeld omdat voorheen vanzelfsprekende zaken, zoals dat we naar werk, naar de kerk of naar colleges gaan, nu ineens niet meer vanzelfsprekend zijn. De wereld kan daardoor een stuk onvoorspelbaarder blijken te zijn dan we voorheen dachten. Maar hoe kom je nu eigenlijk bij die laatste stap? Bij meanings made, zoals we dat noemen. Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend en afhankelijk van waar je bent, wat je hebt meegemaakt, de veerkracht die iemand heeft, iemands persoonlijkheid. Als we dit model moeten geloven, kun je in grote lijnen twee dingen doen. Het eerste is dat je je global meaning, je zingevingssysteem, aanpast. En het andere is dat je de betekenis die je aan de situatie toekent, aanpast. Waardoor je anders ermee omgaat. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar ik denk dat dat niet altijd zo is. En voor sommigen betekent dit bijvoorbeeld dat ze hun algemene idee over hoe het leven is en hoe onvoorspelbaar het soms is, moeten aanpassen. Is het eigenlijk een proces van acceptatie waar tijd voor nodig is. Voor anderen betekent dit misschien dat je de doelen die je hebt bij moet stellen. Dat dingen die je bijvoorbeeld in je studie of in je werk eerst deed, dat je daarin je taken moet veranderen. En de doelen die haalbaar zijn moet aanpassen. Klinkt misschien makkelijk, maar is misschien best wel lastig als zo'n crisis betekent dat je baan op de tocht staat. Dat je inkomen niet meer zeker is. En voor weer anderen betekent dit dat ze anders met de situatie moeten omgaan. Bijvoorbeeld door te gaan focussen op positieve dingen die uit de situatie gehaald kunnen worden. En dan kun je denken aan het kijken naar dat je door de crisis meer tijd met je familie of met je partner kunt doorbrengen. Of dat je misschien bepaalde contacten waardevoller gaat vinden dan je voorheen dacht. Bijvoorbeeld met de mensen in de buurt. In ieder geval is denk ik wel duidelijk dat hoe langer deze crisis duurt en hoe ingrijpender de crisis wordt, hoe groter de kans is dat zo'n gebeurtenis voor mensen een proces van zingeving op gang brengt. En dat we anders naar onszelf, naar onze relaties om ons heen en naar onze plek in de wereld gaan kijken. Misschien zie je in je eigen leven ook wel wat dat soort tekenen.